die vandaag heb ik voor jullie mijn avondroutine voor de herfst. Blijf zeker weten kijken tot het einde als je geïnteresseerd bent in een winactie. Na in ongeveer een half uur van huis naar school gefietst te hebben, doe ik de deur open en loop ik mijn warme huis binnen. Uit en meestal maak ik dan een kopje thee. Mijn favoriet is Minty Maroon. Neem ik iets van een koek, zoals cake, en daar snij ik dan een plak van af, of twee, of drie, of vier. Oké, ik eet hem gewoon helemaal op. Dan ga ik naar mijn kamer en trek ik lekker warme dingen aan die lekker zitten, want dat is natuurlijk gewoon hartstikke chill. Dan ga ik in mijn bed zitten en ga meestal op mijn telefoon of op mijn laptop en check gewoon mijn social media, YouTube, gewoon van alles en nog wat. Ik reageer op jullie comments. Dan moet ik ook natuurlijk altijd een beetje huiswerk doen. En vandaag moest ik een beetje wiskunde leren voor een test die ik had de volgende dag. Om 7 uur word ik dan door mijn moeder of mijn vader geroepen voor het eten. Na het eten ruim ik dan meestal de keuken op en ga douchen. Als shampoo gebruik ik de volume shampoo van Kruidvat en als conditioner gebruik ik deze van André Lon. Nadat ik gedoucht heb, reinig ik ook altijd nog even mijn gezicht. En hiervoor gebruik ik een gezichtreinigingslotion van de Kruidvat. Deze is voor de gevoelige huid. Ik heb namelijk een hele gevoelige huid en ik heb het gevoel dat deze heel goed voor me werkt. En ik gebruik ook een gezicht tonic. Die is ook van de Kruidvat. En ik vind deze combinatie gewoon super fijn. En ik heb gewoon het gevoel dat mijn huid hier niet van uitdroogt. Dat heb ik heel snel met mijn huid. Dus dit is een combinatie die heel erg goed werkt voor mij. Daarna breng ik ook nog een crème aan. Deze is van de Hema. Deze werkt ook heel erg goed voor mijn gezicht. En als laatste poets ik nog even mijn tanden. Dan haal ik mijn haar uit de tulband. En ja, ik kan het meestal niet omdat ik weet dat het niet goed voor je haar is. En dan borstel ik het gewoon de dag daarna. En ja, dan loop ik gewoon naar boven en ga ik weer naar mijn bed.
In bed ga ik dan nog altijd even op mijn telefoon, een beetje nog wat YouTube-filmpjes kijken. Totdat ik echt moe ben. En ja, als ik gewoon vind dat het tijd is om naar bed te gaan. En ja, dan doe ik mijn luikjes dicht en dan ga ik slapen. Dan gaan we door naar de winactie. Je kunt 25 tot 35 stoptegoed bij oasis.com winnen. En daarvoor moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet geabonneerd zijn op het kanaal van oasis.com. Je moet deze video liken. Je moet naar de website van Oasis gaan, dus oasis.com. En ja, dan moet je een reactie achterlaten met het item wat je zou willen winnen van de website. De winactie loopt van 23 oktober tot 6 november en er zijn 3 winnaars. Dus ja, ik hoop dat jullie allemaal mee gaan doen en heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!